Vanavond weet Vlaanderen en Nederland welke drie meiden de nieuwe K3 zullen vormen. We vroegen aan Nick en Simon of ze uitkijken naar de nieuwe K3 en of ze de oude K3 niet zullen missen. Ik ben zelf niet heel thuis in K3, hoewel we ze wel een x-aantal keren ontmoet hebben hier in Vlaanderen. Logischerwijs omdat ik nog geen kids rond heb lopen thuis. Ik denk dat Nick er wel wat meer in thuis is. Ja, ik ben heel bekend met het repertoire. Ik hoor het dagelijks. En ik vind zelf de liedjes ook, ik luister ook een beetje als componist naar. Ze zitten heel slim in elkaar. Er worden wel echt door hele vakkundige mensen gemaakt. En ik vind het aan de ene kant natuurlijk, het is verfrissing, het is vernieuwing. Het zat er een keer aan te komen, maar ik was wel erg gecharmeerd ook van de oude K3. En ik moet het maar afwachten. Ze moeten zichzelf wel eerst bewijzen, vind ik. Heeft Nick een favoriete kandidaat van de 6 finalisten die volgens hem zeker tot de nieuwe K3 zou moeten toetreden? Hanne, die is heel vaak in het nieuws, ook in Nederland nu. En ik moet zeggen dat ik haar qua uitstraling, misschien omdat dat ook een beetje heel erg aan Karen één op één doet denken, dat het toch een beetje archetypisch in je belevingswereld is verweven met die roodharige, blondharige en brunette. Zij is wel degene die qua uitstraling het meest meteen op zijn plek valt voor mij. Hebben Nick en Simon nog tips voor de nieuwe K3? Ik denk dat de beste tips voor de nieuwe K3 al gegeven worden door de oude K3. En die hoeven we met z'n allen niets meer uit te leggen. Want het is een jaloersmakende carrière die zij hebben neergezet. Dus nee, ik stel me even bescheiden op in deze. Op 17 april 2016 treden Karen, Christel en Josje voor de allerlaatste keer samen op met de nieuwe K3 in Hasselt.